Breda Nu. Je weet het meteen. De nieuwbouw van het Amphia ziekenhuis in Breda heeft zijn hoogste punt bereikt. Vorig jaar werd de eerste paal in de grond geslagen. In dit gebouw zal de afdeling oncologie terechtkomen. In de trend van Movember lieten de bouwvakkers hun snor staan, waarmee aandacht gevraagd werd voor prostaatkanker. Nou, we zijn hier bij elkaar omdat we het hoogste punt van het nieuwe ziekenhuis vieren. Dat is de oncologietoren, dus de toren waar onze kankerpatiënten worden behandeld. En vandaag vieren we op 30 november het feit dat we op 30 meter het hoogste punt hebben bereikt. Is er veel verandering in de nieuwbouw? Ja, er gaat de komende jaren heel veel veranderen. We bouwen hier op het voorterrein een heel mooi nieuw ziekenhuis met 4 torens. En de locatie Langendijk komt straks ook over naar de locatie Molengracht. En we gaan hier de zorg verlenen onder andere op 572 eenpersoonskamers. Dus dat heeft wel veel veranderingen, brengt dat met zich mee. We gaan straks naar buiten voor het officiële symbolische onthullingsmoment van het grote doek. Het hoogste punt is eigenlijk altijd een moment waarop je bouwvakkers bedankt voor het harde werken wat ze doen voor de bouw. Nou, dat doen wij hier natuurlijk ook. En dat doen we ook door het onthullen van een groot spandoek straks buiten. 4, 3, 2, 1, 0! Ja, geweldig. Ik vind het hartstikke leuk, ook de opkomst van al die mensen. En wat ik ook heel erg leuk vind, is dat er zoveel mannen hun snor hadden laten staan. Die groepsfoto net buiten, ja, dat was echt heel leuk. Dus ik ben heel tevreden. Ja, mooi. Mooi ook het laatste spreker, hè, die zegt dat alles in goede harmonie gaat. Dat vind ik ook echt wel heel bijzonder. Dat je met de organisatie van Amphia en de aannemer allemaal in één bouwkeet zit. En dat de lijntjes heel kort zijn. En dat vind ik, ja, ik heb nog nooit een groot bouwproject meegemaakt, maar zoals dat gaat... Ik vind het heel bijzonder dat je gewoon bij elkaar kunt binnenlopen.